Welkom beste mensen. Welkom in dit eenvoudige, maar functionele kerkgebouw. Waar zondags vele christenen zaken is de eerste van een aantal haltes in dit kerstwandeltheater. Uiteindelijk zullen jullie uitkomen bij een andere kerk. Hier in Eindveld. Zeg, heb jij er niets mee, Jozef? Zeker, die mensen daar hebben hun kerk erbij genoemd. Ik heb zelfs heilige Jozef kerk van gemaakt. Maar ik heb natuurlijk ook veel met kerst. Ik wens jullie allemaal een bijzonder kerstwandeltheater toe. Of, zoals het klinkt in de taal van de Romeinen uit onze tijd, Pax et Bonum, vrede en al anders. Wat is er hier aan de hand? We moeten iedereen controleren. We kunnen niet zomaar iedereen doorlaten. Ik zeg dat je erdoor mag. Maar wij moeten naar Nazareth. Ja, en we horen bij hun. En wel nu. Oké, nou dat had u dan weer moeten zeggen. Ja? De bewijzen van deze groep zijn in orde, maar niet meer dan 10 personen tegelijk. En wij tellen. Maar dat kan niet, ja. Wij zijn al met z'n 12. We horen allemaal bij elkaar. Nou, mevrouw Fruitema. Oké, maar let op, er is wel een samenscholingsverbod. Doorlopen. Zo, nu nog even stofzuigen en dan is alles weer aan kant. Gegroet, Maria. De Heer is met je. Wie bent u? U laat me schrikken. Wees niet bang. Ik ben door God gezonden om je te vertellen dat je een zoon zult krijgen. doe niet zo gek. Dat kan helemaal niet. Als jullie even door willen lopen, dan kan ik weer aan het werk. Nee. Echt waar. Ik moet slapen. Hoorde ik vandaag toch van Maria, mijn Maria, dat ze 3 maanden zwanger is. Dat kind dat is echt niet van mij. Ik snap het niet. We hadden het zo goed samen. Ja, dat kun je dat mooi zeggen. Maar hoe is ze dan in verwachting geraakt? Dat is een mysterie, een wonder. God zelf heeft ervoor gezorgd dat ze zwanger was van zijn zoon. En jij mag hem opvoeden. En je moet hem de naam Jezus geven. Maar, dat moet ik even verwerken, zeg. Ik probeer maar te slapen. Als jullie door kunnen lopen, jullie staan in mijn slaapkamer. Als de laatste de deur dicht moet doen, dan kan ik gaan slapen. Maar Jozef wil even slapen. Ik ben net al in hoek. Er zijn er heel veel gebakken. Stop maar even met bakken. Lekker hoor. Heerlijk. Maar deze ook even. Maar deze ook gebakken? Ja. Paulus, wat brengt jou hier? Vader Jonathan, u weet dat de sekte van die Christ steeds populairder wordt. Het kan toch? U weet dat de sekte van die christenen steeds populairder wordt. Dat zal u als hoge priester toch ook zo zijn. Dat de naam van onze godsdienst en de naam van onze God geprezen zijn, zijn naam zo door het slijk wordt gehaald.
als u mij een arrestatiebevel geeft, dan speur ik ze op en dan zet ik ze stuk voor stuk achter de tralies. En als ze zich verzetten, dan heeft hun laatste uur geslagen bij de baard van Abraham. Zo, nou, daar is geen woord Frans Egyptisch bij. Je bent wel gedreven, hè? Dat is waar, vader Jonathan. Ik wil alles doen voor onze godsdienst, ons volk en onze God. Het kan toch niet zo zijn dat wij het lachertje van het Midden-Oosten worden? Saulus, ik waardeer je toewijding. Waar is allemaal maar zoals jij? Goed, ik zal de brief schrijven, maar je moet me één ding beloven. Jij probeert het uiterste om bloedvergieten te voorkomen. Want martelaarschap is voor hun PR heel goed, maar voor de onze alles behalve. Shalom. Wat doen we hier goed vandaag? Zomaar? Wat is de nieuws van de front? Welke landen hebben we vandaag veroverd? Ik heb nog niemand gesproken. Maar het gerucht gaat dat we Damascus hebben ingenomen. Mooi. Mijn nee, die wordt groter en groter. Nog even, dan heb ik de hele wereld. De ene man naar de andere kijk hier mijn macht. Kijk, dorst van. Anna! Anna! De wijn! En laat bekendmaken alle landen. Mensen van het Romeinse Rijk, onderdanen van de machtige keizer Augustus. Hoort, hoort, ik heb een boodschap van de keizer. De keizer wil weten hoeveel onderdanen er zijn in zijn machtige wereldrijk. Daarom heeft hij besloten een volkstelling te houden. Hij heeft het volgende besloten. En iedereen moet teruggaan naar de plaats waar zijn voorouders geboren zijn. Daar moet hij zich laten inschrijven. Dit is het bevel van de keizer. Iedereen die niet gehoorzaamt, wordt zwaar gestraft. Hoort, hoort, zegt de volk. Ja, maar ik ben hoogzwanger. Je kan me toch niet zomaar hier alleen achterlaten? Dat kan niet anders. Nee, ik ben echt op de verdachte baby komt. Hoe weet jij nou weer wanneer de baby er is? Wees nou eens redelijk. Je kan toch zo niet mee? Niet mee? Dat is een geweldig idee. Ik ga gewoon wel mee. Alles beter dan hier achterblijven. Maar dan moet ik wel heel veel spullen inpakken, want het wordt een hele lange reis. Goeiemorgen. Blijf je daar niet aan? Lijkt wel steen of zo. De route. Chips, ook geen wifi. Israël Telecom ligt uit. Dank u wel, keizer, voor al die reizigers. Hoe gaan we nou Google Maps naar Bethlehem? Jij hebt toch bij de padvinders gezeten? Ja, dat is waar. Mijn kompas. Waar heb ik mijn kompas? Die zit ook op mijn telefoon. Oh ja, dan neem ik die wel. Ik ben er helemaal klaar voor. Heb je alles? Ja, dat denk ik wel. Je jurken? Ja. Blouses, schoenen? Ja, 5 paar schoenen. Is dat voldoende voor jullie reis? Heb je jurken voor mij? Dit is een hele mooie jurk. Kom, we gaan. Mensen, we gaan vanuit Nazareth, boven in het noorden van Israël, via Jeruzalem naar Bethlehem. Ja? Dan moeten we 150 kilometer reizen. Als u hier blijft staan, staan we gelijk al in de file.
Dus als ik rondlopen. Hey, dat mag niet af zijn, hoor. Nee. Een kind hier op straat te horen. Ja, moet ik op straat gaan werken. Nee, dat wil ik ook niet. Laat me nadenken. Wacht, ik weet het. Een klein stukje verderop staat nog een oude stal. Daar ligt wat hooi. Daar kunnen jullie een bed van maken. En bovendien heb je een dak boven je hoofd. En de dieren, die zorgen ervoor dat jullie het warm houden. En morgen gaan er hier wel weer gasten weg. En dan heb ik hier weer een plek voor jullie vrij. Het spijt me. Iets anders kan ik niet verzinnen. Ja. Die kant op. Ja, dank u wel, mevrouw. Dank u wel. Mensen, een beetje doorlopen. Even kijken, een kindje blijven staan. Ja. Er was ineens een heel fel licht. Ik viel gelijk van mijn paard af. En ik zag helemaal niets meer. En toen stond hij heel helder tegen mij zei: Paulus, waarom wil je mij te grazen mee? En waarom heb je ze dan in het huis? Daar zit hij. Daar zit hij. Paulus, de man die ons christenen haat. De rechte extremist. Want hoeveel van ons heeft hij dan niet opgepakt? En daarvoor is hij toch ook naar Damascus gekomen? Om iedereen die in Jezus gelooft te vervolgen? Maar nu heeft de Heer mij toegesproken. Hij zei tegen mij, ik heb Paulus uitgekozen om voor mij te gaan werken. Wie is daar? Ik hoor je wel. Wat kom je doen? Jij kent mij niet, maar ik ben Ananias. Ik ben gezonden door de Heer. Want je hebt Jezus ontmoet op de weg hier naartoe, met alle gevolgen van dien. Ik kan weer zien. Wauw, Ananias. Dank je wel. Duizendmaal dank. Je moet mij niet bedanken. Maar Jezus, hij heeft je weer zien gemaakt. Maar hij heeft je nodig. Je moet over hem gaan vertellen. Dat ga ik doen. Kom mee. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain. Wat betekent dat? Het wordt hartstikke koud, echt. Ja, ja, Helga van Leur. Ja, daar zeg je ook wel wat. Ja, die zitten wel heel vaak naast hoor. Ah, dat klopt wel wat je zegt. Ik heb heel vaak mijn thermo-ondergoed al aangedaan, omdat ze zegt dat het heel koud wordt. Maar ja, er gebeurt nooit wat, hè. Altijd zo. En zelfs pas weer, met code rood. Tadaa! Wees niet bang. Ik kom jullie heel goed nieuws brengen, dat iedereen met grote blijdschap zal vervullen. Want vandaag is de redder geboren. Jullie zullen hem vinden in Bethlehem, in doeken gewikkeld in een kribbe. Kom mee! Kom mee. Ja. U kunt verder lopen naar het engelenkoor aan de overkant. Sterker nog,
Hij vertelt iedereen over Jezus. Hij schijnt er heel enthousiast over te zijn. Nou, onze leiding dus niet. Ik wil hem vanavond op de glazen nemen. Begin met een beetje koud. Dat zal ik doen. Ik wil jullie nog bedanken voor alles wat jullie hebben gedaan voor mij. Ik was vrij ontvangst in jullie kerk. Jullie vergeving, jullie liefde. Ik zal het nooit vergeten. Wij zullen jullie ook nooit vergeten. We zullen voor je bidden. We zullen voor de Heer, voor alle mensen, dat je veel mag doen en we gaan met God. Nee, hij is handig, joh. Deze, de hele melkweg staat erop, hè? Nou. Ja. Maar deze ster dus niet. Kijken jullie eens? Nee. Nee, ik zie hem niet, hoor. Nee. Nee. Ik ook niet. Hij staat er echt niet op. Nee. Maar er kan maar één ding betekenen, hè? Ja. We hebben een nieuwe ster ontdekt. Daarheen, dan. Jong, het lijkt wel of die beweegt. Nee, het zijn echt geen vliegtuiglampjes. Dat betekent dus dat er een heel bijzonder koningskind is geboren. Er is een heel bijzonder koningskind geboren. En we moeten... Wacht. Ik heb een idee. Ik heb toevallig wat spullen meegenomen, wat geschenken, want je weet nooit wie je onderweg tegenkomt. Slim. Wat hebben we allemaal? Kijk. Goud. Oeh, prachtig. En wier ook. Origineel. En we hebben mirre. Nou, daar kan je mee aankomen. Zeker. Bij een koningszoon, hè? Zeker. Hey, de ster is alweer verplaatst. We moeten hem volgen. Jongens, we moeten de spullen inpakken. Mensen, gaan jullie maar vast vooruit. Kijk, daar is de ster. Nooit van mijn leven zou ik durven dromen aan God een naam te geven, laat staan een onderkomen. En nu, volkomen onverwacht, komt Hij mijn leven binnen. Zo gering, zo aards, zo kwetsbaar, gewoon als een boreling. Dat ik een kind van God ben, durfde ik al nauwelijks te geloven. Maar dat Hij nu mijn kind wil zijn, gaat mijn begrip te boven. Prachtig, Jozef.